Hallo allemaal, hier ben ik weer in onze fantastische pedicurestand. Nu, wat ga ik jullie vertellen vandaag? Ik ga jullie wat tips meegeven om de voetjes toch een beetje te kunnen verzorgen in deze lockdowntijden. Nu, wat de nageltjes betreft, gaan we ze zo goed als kort houden door te veilen. Dus net als onze handjes. Dus zoveel mogelijk veilen, niet knippen ook weer, kan je scheurtjes gaan veroorzaken. Wat is heel belangrijk bij teennagels is dat je ze zo recht mogelijk veilt. Dus ga geen vormpjes daarin zetten, ga de randjes niet gaan afronden en dergelijke. Dus gewoon zo recht mogelijk proberen te veilen. Mensen die heel veel eelt hebben, die kunnen een voetrasp gebruiken thuis. Ik zou dit doen na een douche, na een bad. Dan zijn je voetjes al geweekt. Neem gerust de tijd om een voetbadje te doen thuis. We hebben allemaal tijd zat nu. En dan kan je dus met een voetrasp aan het werk gaan. Smeer ze ook regelmatig in, liefst dagelijks. Wat onze klantjes betreft met ingegroeide nagels. We hebben er een aantal. Wat kan je in dit geval doen? Dus nog steeds je nagels kort proberen houden. Voel je echt dat die drukker is? Probeer dan met een bokkenpootje of een nagelriem pusher. Probeer er eventjes onder te gaan en je nagel te gaan liften. Probeer gewoon los te maken uit de huid. Dit gaat vaak niet kunnen in ene keer, omdat je jezelf, ja, je bent bij jezelf bezig. Je voelt die pijn ook. Dus dit gaat gewoon, doet dit dagelijks. Ook als je van jezelf weet van ik heb daar aanleg voor. Ga dan gewoon als voorzorg even de hoekjes, dat je weet, die hoekjes gaan heel vaak ingroeien. Ga er eventjes onder en probeer die een klein beetje te liften, dat die nu beginnen ingroeien. En dan zien jullie binnen een paar weken weer terug.